ik heb vlies genoeg. Ik ga graag over de markt en hooi van het Bourgondische leven. Ik ben geboren in de stad, maar in deze gemeente ligt mijn hart. Als ik mijn masker straks afdoen, zal het een shock voor u zien. Of toch niet? Nou, ik blijf nog lekker even plekken. Rechtstreeks vanaf het piratenschip aangespeeld in de studio's van Omroep Eenhem, De Piraat! Ik heb alles geprobeerd en jarenlang gezocht. Wie ze nou het beste blieven plekken kost. Maar nou is het zoiet en heb ik het recept voor de allerbeste vaste lovensplek. De goeie wat dat confetti op de dansvloer neer en rust er dan nog even met wat beer doorheen. Hey, blief ik plek. Vastgeplekt in alle moldendriet. Zo heb ik met de vaste loven alle tijd. Hey, blief ik plekken. Ik hoor niks stekken. Hey, blief ik stom. Hey, 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 blief ik plekken. Hey, blief ik stom. Want mijn zolen zitten vastgeplekt in alle mold en driet. Zo heb ik met de vaste loven alle tijd. Hey, blief ik plekken. Hey, gewoon niks stekken. Hey, blief ik stom. Hey, 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 blief ik plekken. Hey, blief ik stom. Het is als een fantastische piraat. Schip Ahoy, kapitein piraat. Het ging goed, hè? Het ging goed. Lief, ga je ook echt plekken op het schip? Ja, oké. Okay. Ik kijk even naar het panel. Karin, de piraat, halve finale. Geweldig. En die piraat lukt heel moeilijk, maar dans geweldig. Dus dat is wel opvallend, vind ik. Ja. Maar aan jou. Maar dat kan natuurlijk ook zien om dingen op een verkeerde houten been te zetten. Ja. Maar als ik een beetje inschat, wie hem het eventueel kan zien, dan hoort de piraat in het echte leven ook wel van een feestje. Oh, oké. Okay. Ik denk dat toch al een beetje een vermoeden heen. Jacques, klopt dat wat ik zeg, dat er al een goed vermoeden bij u aanwezig is? Jawel, jawel. Ik denk dat we inderdaad wel in shock zien als ze erachter komen weer met de inzet. Maar de hint had er ook al gekregen. Ja. Houd vast, houd vast. Ik kijk even naar de buren, Marcel, als de piraat halve finale. Zou ze dan met op de ship willen zitten, Marcel? Oh ja, op Omroep Eenhem. Ja. Nou, wat duidelijk is, wij zijn niks van de vermoedens. We hebben onze spionnen in het veld gestuurd. En die komen aardig overeen met het beeld wat we in ons hoofd hebben. Dus we zijn aardig zeker van onze zaken. Oké, ik ben heel blij, want ik heb dat vaker gehuurd. Dat ja, niet al die goed uitspraak was nou thuis. Dus... Ik durf er een krat water op te zetten. Oké, okay. Monique, zit ze op dezelfde lijn met Marcel? Wij zitten op dezelfde lijn, ja. M&M, ja. M&M. Ik denk, ik vond het een leuk optreden. Al ze ging even met de tekst een beetje fout, maar ze pakte zich heel goed op. Zoals ze dat ook betaalt, want de Duits in het echte leven. Of tenminste, als het is, dat wij denken. Ik zou het wel heel chic vinden als ze dat is.
Mocht ik nog een keer een heel goed applaus voor onze enige echte piraten en de danseres van Let's Do It.